Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we de volledige line-up van Jera On Air bespreken buiten dan het siteprogramma om. Er staat nog iets heel spectaculairs mee gebeurd. Je kunt het altijd bespreken, maar het gaat nu om alle bands die we in ieder geval zijn aangekondigd. En daarmee is de volledige line-up wel compleet. Dus ik ben benieuwd, we gaan elke dag langs. En ja, ik ga het alvast verklappen. Ik heb een kaartje gekocht. En ik ga je gelijk laten zien waarom. In ieder geval, de donderdag begint met Electric Callboy. Electric Callboy heb ik al een keer gezien. Nog niet eens heel lang geleden. Bij de Rock Circus. Een festival, een nieuw rockfestival. Wat gelijk dit jaar niet doorgaat. We konden geen bands krijgen. Jammer. Maar ze waren zet goed. Het was echt een partyburn. Ik vind het ook heel leuk om hun te zien als headliner. Nog een vrij nieuwe band nog. Hè? Je hebt Bad Religion hier staan. Superleuke band. Maar Jera On Air doet redelijk aan vernieuwen, vind ik. Ze geven toch wel kleine bands vaak een kans die best nieuw zijn. Daarom vind ik het super gaaf om te zien. Ik heb meerdere video's gemaakt over dat we een heel groot probleem hebben als het gaat om rock headliners. Dat alle bands te oud worden. Dat hoe leuk Bad Religion ook is. We nieuwe bands nodig hebben. En Electric Callboy vind ik daarom heel tof te zien als headliner. En het wordt sowieso een mooi show. Bad Religion wil ik sowieso wel zien hoor. Ik heb ze nooit live gezien, dus ben daar mega benieuwd naar. Dus ik vind ze nog steeds super gaaf dat ze er staan. Ik zou ze zeker checken hoor, dus geen haat naar hun voor de rest. Authority Zero, die wil ik zo graag zien. Dat is echt, die luister ik al heel vrij lang fanatiek. Heel lang vrij fanatiek. Superleuke band. Hoop ik live ook, ik ben super benieuwd. Ik moet ze weer wat meer gaan luisteren weer. Vroeger luisterde ik wel meer dan tegenwoordig. Echt een leuke band. Elke keer als ik hem weer opzet denk ik van, oh dit is echt tof. Dus ik heb hier sowieso 3 die ik wil zien. Bodycount ken ik op zich ook wel. Maar ik ga wel mijn hoofdband lang. Ik ga niet alles bespreken, al zit het heel lang. Dus ik ga gewoon wat mensen uitpikken. Dus als ik er iets langs ga, betekent niet dat ik het niet ken. Of helemaal geen zin in heb. Maar dan is het zo van... Ik heb hier bijvoorbeeld Hot Milkan. Wat ik sowieso verkeerd uitspreek. Maar ik ken ze wel bij naam. Ik heb waarschijnlijk wel iets geluisterd. Ik ga ze waarschijnlijk wel checken, maar ze zijn niet belangrijk genoeg voor mij om nu ook nog mee te nemen, anders duurt het heel lang. En dit zijn echt mijn hoogtepunten voor een dag die ik ga bespreken. Even kijken, ploegendienst. Ploegendienst ga ik dit jaar ook zien op Pinkpop. Dus daar ben ik, ik ga sowieso Pinkpop zien. Als ik kijk naar een timetable, kijk bij Pinkpop is het zo, die heb en een rockartiest en een popartiest naast elkaar, dan is de keuze niet zo moeilijk. Op Jera On Air lijkt me de keuze veel moeilijker, want elke band is tof om te zien. Dus vroeger ga ik sowieso op Pinkpop zien, dus of ik ze op Jera On Air ook ga zien, weet ik dan nog niet. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar ze. Hun nummers klinken heel goed, ze hebben pas nu een nummer uitgebracht. Dan moet ik echt gaan luisteren, dat heb ik nog niet gedaan. Dan moet ik luisteren voor dit soort filmpjes, waarom heb ik dat nog niet gedaan? Doet er niet, komt er wel. Vroegerdienst gaat hard, dit festivalseizoen. Ik verwacht ook nog op Appelpop, zijn ze nog steeds niet aangekondigd daarvoor, maar verwacht ze dan nog wel. Dus misschien kan ik ze 3 keer zien dit jaar, sowieso dus 2 keer, als ik natuurlijk ga. Want misschien staan naast hun wel Bad Religion, verwacht ik niet. Maar dan gaat Bad Religion voor een ploegendienst is toch een Nederlandse band die je heel vaak zou kunnen zien. Dus ik vind het heel tof dat ze er staan. Maar hij biedt niet heel veel meerwaarde omdat ze het heel vaak kunnen zien. Maar voor hun zeker gegund. En ik ben super benieuwd, nu nog nooit live gezien. Na dit jaar, wie weet, 3 tot 4 keer. Als ze zo doorgaan met festivals of concerten aankondigen. Dan gaan we naar de vrijdag. Dan hebben we Dropkicks en Murphings. Wat ik waarschijnlijk verkeerd uitspreek. Maakt niet uit. En nog nooit live gezien. Lijkt me super tof om live te zien. Ben ik super benieuwd naar. Ice Nine Kills. Lijkt me super leuk om te zien. Nog nooit live gezien. Of Myers of Man luister ik al heel lang. Ik vind... dit was natuurlijk die zanger die was toen gestopt. Omdat hij was ziek volgens mij. Of had hij aan zijn stem. Ik weet niet meer. Dus het waren 2 zangers. Nu is er 1. Die zijn nog steeds super goed klinken. Dus ik ben super benieuwd hoe een live kan zijn. Heb ik heel veel zin in. Hier ben ik even hyped voor. Ook gewoon de nostalgie. Omdat ik ze zo lang luister. Dit is echt wel een favo voor die band. Simple Plan. Mijn favoriete band. Nou, Simple Plan is gewoon mijn favoriete band. Dus dat is eigenlijk, ik zag hun op de poster en ik zei ga ik uitkopen. Zo ging het eigenlijk. Ik heb Simple Plan zie ik elk jaar wel een paar keer. Als ze komen. Soms komen ze ook een paar jaar niet. Als ze komen sta ik bij hun vooraan. Favoriete band. Wat kan je dan van zeggen? Ja, je weet hoe het is om je favoriete band te zien. Vind ik wel dat ze soms iets te veel hun oude nummers spelen en wat te weinig nieuwe nummers. Vond ik het bij hun laatste concert gelukkig wel wat beter, maar ja, hun headline show. Maar ja, dat is nostalgie. Ik vind niet alleen dat Simple Plan dat probleem heeft. Heel veel rockbands hebben het probleem te veel leunen op hun oude muziek als ze live gaan spelen. Vind ik jammer. Je brengt nieuwe albums uit, je brengt nieuwe muziek uit.
promoten door het ook live te spelen. Dus kritiek is een simpel plan, maar dat kritiek kan richting heel veel rockbands. Want heel veel rockbands hebben dat probleem. Suicide Tendency zou ik wel willen zien. Sum 41, nou die heb ik ook al heel vaak gezien. Maar hun stoppen er natuurlijk mee. Dus ik wil ze sowieso zien. Ik ben ook groot fan van hun. Bij de 013 stonden ze toen met Simple Plan. Heb ik ze samen gezien. Een paar maanden na heb ik Simple Plan in de 013 alleen gezien als headline. En nu staan ze Jaron Air. Allebei weer. Dus dat ga ik sowieso checken. Nieuwste album super ziek. Jammer dat ze ermee stoppen. Ben benieuwd of er nog een headline tour in Europa komt. Ik denk het wel. Mogelijk is dit de laatste kans dat je hun kan zien. Maar ik denk het niet. Ik denk dat er nog wel één tour aankomt zonder festivals voor hun. Maar ik vind het jammer dat ze stoppen. Maar sowieso ga ik hem checken. Like, deze dag is... Ik vind deze dag echt... De vrijdag is echt insane. Nu al. Like, de bovenste rij. Ziek. En ik ben zo lang met de bovenste rij bezig dat wij even doorgaan. Even kijken. Neck Deep wil ik sowieso zien. Hij is ook al vrij lang. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze live zijn. Lijkt me super gaaf te zien. Super tof om hem voor het eerst te gaan zien. Er gaan een hele hoop vinkjes afgetekend worden tijdens Jaren On Air van bands die ik wil zien. Ben benieuwd. Ik ben dus nog nooit op Jaren On Air geweest. Mijn eerste jaar Jaren On Air. Al die tijd gestudeerd en alles gedaan. Dan kan ik eindelijk gewoon chill naar Jaren On Air. Ik ben echt reuze benieuwd naar dit festival. Als ik de namen zo zie. Het wordt denk ik best wel pittig ook. Want ik wil bijvoorbeeld ook Silverstein zien. En zo meteen staat Nick Diep en Silverstein op dezelfde tijd. En dat zou balen zijn. Ik wacht het niet. Maar je weet het niet. Maar dat is wel het nadeel. Alle bands zijn vaak hier echt goed. Je wilt echt zoveel mogelijk meepakken. Silverstein. Luister ik dus ook vrij fanatiek. Hun nieuwste albums vind ik altijd super gaaf. Wil ik sowieso zien. Silverstein. Ga ik ook voor het eerst zien. Heb ik mega veel zin in. En Tusky. Tusky is genieten. Nederlandse band heb ik al heel vaak live gezien. Staan heel vaak in Utrecht en zo. Dus als hun bijvoorbeeld naast Silverstein staan, dan zou ik gewoon Silverstein gaan checken. Want ik heb nog nooit gezien. Dus ik heb ik elk jaar voor mijn gevoel wel een keer. Ik wil 2 of 3 keer soms. Maar het is een supergoeie band. Dus als je hem nog nooit hebt gezien, check Tusky. Dus het is een supergoed genieten is die band. Ik heb ook wel video's gemaakt over Tusky op dit kanaal. Ook in de laatste album gereviewd. Dat zou je allemaal kunnen checken. Dan gaan wij door naar de zaterdag. Dan zien we Architect. Lekkere headliner. Ik ben daar heel benieuwd naar. Nog nooit live gezien. Hoor ik heel veel goede dingen over. Ja, ik zeker checken. Bury Tomorrow. Eindelijk ga ik hun live zien. Luister ik ook al heel lang fanatiek. Nog nooit live gezien. Ben daar mega benieuwd naar. Frank Carter en de Rattlesnake. Als het goed is. Als ik het goed uitspreek. Staan of Lowlands. Of Pinkpop. Of Jaron Air. Staan elk jaar wel een keer in Nederland. Lijkt het wel. Hebben echt de festival-iconen zijn het aan het worden. Hè? De band die je moet een keer hebben gezien op het festival. Er staan bijna net zoveel in Nederland als Kensington dat vroeger deed. Ik ben heel erg benieuwd. Ze schijnen dus wel echt mega goed te zijn. Dus ga ik wel checken. Luisteren ze niet eens heel fanatiek. Puur door die festival-hype die hun elke keer hebben, ben ik daar wel benieuwd naar. Artist Murder ben ik wel benieuwd naar. We gaan wel een beetje door. Welsh Sleet wil ik ook best zien. Alden nou ook wel, maar we moeten ook een beetje door, anders blijf ik maar doorgaan. Dead by April ik ga zien. Comeback Kid zou ik graag willen zien. Escape the Fate wil ik heel graag zien. Ik vind Escape the Fate nog steeds tof. Hun vorige zanger zat natuurlijk, zit nu bij Falling in Reverse. Ja, dat was natuurlijk gedoe. Hè? Die guy van Falling in Reverse die is wel een beetje van het ophitsen, zal ik maar zeggen. Maar ik vind met deze zanger vind ik ze nog super tof. Ik luister ze vrij vaak. Wil ik ze zeker gezien. Dus daar ben ik mega benieuwd naar hoe hun live gaan zijn. Dus dat is gewoon, dat is wel hype, zeg maar. Dat is wel hype. Even kijken, dan gaan we verder. Ik zie zeker nog wel mooie naampjes. Maar niet de, dat ik denk, voor I Am King zou ik ook graag willen zien. Maar er zitten echt wel wat must-haves bij voor de zaterdag en de vrijdag ook. Elke dag heeft wel echt gave band. De zondag ga ik niet. Wat is het dan met de zondag? Waarom ga je niet? Je koopt toch een weekendkaartje? Zondag is er later bijgekomen bij Jaren On Air. Er zijn best wel wat mensen kritisch over. Nou, het festival kon niet anders. Ze zeiden, we konden deze dag gewoon niet eerder rondkrijgen. Al staan hier de beste namen ooit. Vanwege mijn werk komt dit gewoon niet uit. Ik heb mijn vakantie zo geregeld dat ik Pinkpop kon pakken, Jaren On Air kon pakken en daarna weer moet gaan werken. Dus helaas, zondag Jaren On Air. Of je had echt perfecte namen, had ik misschien nog iets kunnen regelen.
Maar helaas wordt het hem niet. Ondanks de Prodigy, Enter Shikari. Wat ik 100% verkeerd uitspreek, maar hè, dat zijn van die bands. Iemand moet dat gewoon een keer tegen me zeggen, anders weet ik niet hoe ik het uitspreek. Maar ik vind ze allebei wel tof om te zien. As Everything Unfolds, maar die heb ik ook al bij het Rock Circus gezien als het goed is. Ik heb ze wel gezien. Volgens mij was het bij het Rock Circus, maar als het in het voorprogramma van Amarant was, zou ik je ook geloven. Maar er staan ook zeker wat leuke namen hierbij. Nuts, Dropout Kings. Make Them Surf zou ik graag willen zien. Maar die heb ik ook... Was dat ook Rock Circus? Volgens mij heb ik die ook al een keer gezien, voor mijn gevoel. Loco's is heel gaaf. Deze vrouw, Orgel Joke. Joke was het dus volgens mij. Dankjewel. Zo, praten. Lukt vandaag niet. Moet je sowieso zien. Dit is echt de headliner van heel Jaron, hè, natuurlijk. Nee, maar dit is wel tof. Ik vind het heel leuk dat zij hier staat. Dat een vrouw lekker piano speelt. Ik vind het prachtig. Ik vind het echt... Ik vind dat mooi. Dat zoiets dan ook kan, weet je wel. Daar geniet ik van. Gewoon een... Weet je wel, een vrouw die toch wat ouder is, die dan toch dit soort kansen nog kan krijgen. Dat vind ik echt heel tof. Ik vind dat heel leuk gedaan. Ik zie mensen al helemaal morsen bij haar. Het lijkt me echt geweldig. Ik vind Jaron Air dus duidelijk een geweldig festival. Ik wil er zoveel gaan zien als ik dit zie. En dit wordt mijn eerste jaar Jaron Air. Ik ben mega benieuwd, maar Jaron Air is een festival voor mijn muzieksmaak. En voor velen van jullie, denk ik. Dus ik denk dat ik hoop van mijn volgers... Jaron Air gaan checken. Het wordt mijn eerste Jaron Air. Ik ben mega benieuwd. Ik heb er mega veel zin in. Simple Plan favoriete band. Maar kijk ik daar het meeste naar uit? Niet per se, want ik heb ze nog nooit... ik heb ze vaker gezien. Dus de bands die ik nog nooit heb gezien en daardoor echt hype voor ben om een keer te zien is Of Mice Of Men. Authority Zero. Dat is echt een hype, weet je wel. Er zijn een hoop die ik wel wil zien, maar de hype. Cape the Fate. Kijk hoor. Neck Deep. Ploegendienst heb ik waarschijnlijk wel gezien als Silverstein. Ploegendienst heb ik denk ik wel gezien als dit festival geweest is op Pinkpop dus. Ja, dat zijn wel echt mijn... Lijkt mijn hype band. Er zijn een hele hoop die ik wil zien. En Simple Plan en Sum en zo ga ik sowieso allemaal zien. Dat zijn de bands die ik nooit heb gezien. En echt heel graag een keer live wil zien. Dus ik ben mega benieuwd. Ik ben bang dat ik er wel een paar misschien overslaan. Dat ik er heel makkelijk nu doorheen scroll. Maar ja, de rest van de video was al duidelijk waar ik zin in heb. Maar laat mij zeker weten waar jij zin in hebt. Hè? Bad Religion bijvoorbeeld. Heb ik die genoemd? Volgens mij niet. Architect en Dropkick Murphings wil ik ook heel graag zien. Een Bury Tomorrow. Heb ik gezegd dat ik Bury Tomorrow mega graag wil zien op het eind? Volgens mij niet. Dat bedoel ik. Ik heb er mega veel zin in. Laat me weten, ga je ook? Waar kijk jij het meest naar uit? Doe een duimpje, abonneer hieronder voor meer van dit soort video's. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.